Hi allemaal, ik ben Jelena en we zijn er weer voor een nieuwe editie van Q-Time. We hebben vandaag natuurlijk weer een bijzondere Surinamer die ik in het uitgangsleven zie. En ik I consider hem een echte levensgenieter, maar er is zoveel meer aan deze Surinamer. What is a cute time. Vandaag heb ik bij mij op de bank Joey Lansdorff. Hi Joey. Hi Jelena. are you doing? Ah, het gaat, het gaat. Prima. Vandaag zit je zo rustig. Ik ken je altijd zo vrij uh, <laughs> en blij. Hmm, Die is een tijden. Die is een Oké, okay, maar we gaan nu even Q-time doen. Yes. Are you ready? Ik ben ready, helemaal. Okay. Wie is Joey Lansdorff of wat is het verhaal achter jou? So. Joey Lansdorff is een uh, jonge Surinamer. Um, uh, geboren in Paramaribo, heel vroeg vertrokken naar Nikeri. En daar heb ik eigenlijk uh, een groot deel van mijn leven eigenlijk ben ik daar opgegroeid, kan je zeggen. En um, daarna ben ik naar Suriname, daarna ik naar Paramaribo gekomen. De <laughs> big city. En um, hier heb ik dan een aantal van mijn talenten ontdekt. Um, ik doe heel veel in het dagelijks leven, waarover we straks zullen praten. Dus dat is zo een beetje Joey, heel leeggierig, um, sociaal bewogen um, en ik ook ervan bezig zijn. ...bezig zijn, want ja, ik heb... ...dans uh, het vorige gesprek heb ik gezien dat je echt... ...echt <laughs> bezig bij bent. Yes. Maar je kwam naar... Uh, ...ik wil ook Suriname zeggen. Je kwam <laughs> naar... ...Paramaribo. Hoe was de transitie voor jou... ...van Nikeri naar Paramaribo... Um, de transitie was niet zo abrupt, als ik het zo mag zeggen, omdat ik, oh, ik was vaker in Paramaribo, um, Oroyari, Wandelmaars etcetera, dus ik, ik kende de big cities zo wel een beetje um, en ik kwam al veel, dus ik kende de busstops allemaal, de routes, dus ik, was, de... Ik, wist, ik wist eigenlijk bijna alles al. <laughs> maar um, het uh, doet natuurlijk wel wat met je, mm -hmm. omdat je van een um, heel rustig die district moet komen naar ergens waar het veel echt druk is. Um, het bus was ik niet gewend, um, dus op tijd vertrekken van huis, berekenen hoe laat je moet vertrekken om hier te zijn. Terwijl, een keer, je pakt je fiets en je bent er binnen vijf minuten. <laughs> Alles is heel yes, Juist, um, dus, 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 dus die transitie was um, voor mij toch een klein beetje wel wennen. Oké, okay, je bent uh, in de stad komen, je bent naar, naar school gegaan, wat heb je gedaan? Ik, heb, ik ben naar de natuurgraaf gegaan, daar heb ik uh, bouwkunde gestudeerd. Yes. En daarna? Daarna ben ik naar PTC gegaan, waar ik door ben gegaan, um, infrastructuur, met infrastructuur. Oké, okay. en along the way heb ik begrepen dat je hebt ontdekt dat je eigenlijk geen bouwkundige tekenaar, of je zou er geen werk van maken? Uh, gaandeweg is die passie een beetje gaan verwateren. Mm -hmm. uh, ik heb andere, uh, andere hobby's gevonden, andere dingen gevonden die ik echt leuk vond. Dus ja, dat is gaan gebeuren. Oké, okay, wat ben je allemaal leuk gaan vinden? Want nu gaan we erachter komen hoe druk je <laughs> eigenlijk bent geworden over de jaren heen. Wat ik leuk ben gaan vinden? Um, ik ben begonnen natuurlijk als... Um, mijn tweede jaar in Paramaribo ben ik gestart bij de Youth Advocacy Movement. Mm -hmm. Dat is de jongere Anna van Zichtelobby. En um, als je weet wat Zichtelobby allemaal doet. We geven voorlichting vooral um, over seksuele en reproductieve gezondheid. En dat heb, dus, dat heb ik dus echt... Misschien tien jaar zo ongeveer gedaan. Um, maar daarnaast was ik ook bezig in an andere organisaties zoals Nax, daar was ik danstrainer. Um, ik, had ook, ik, ik heb ook gezongen in het koord met Renata koor. ik was ook in de padvinderij. Wat um, heb ik nog meer gedaan? Ja, dus dat zijn helemaal zo'n beetje dingen waar ik bezig mee was. En daarna, uh, want je bent dus. Terwijl je ook nog naar school ging, deed je al deze dingen. En yes. die never failed, altijd goede cijfers. Altijd, altijd goede cijfers. Eén van de beste van de klas ik... altijd. Dat mogen we niet vergeten. Een van de beste van de klas altijd. altijd. En daarna ben je daarmee doorgegaan, want je bent nog steeds bezig, eigenlijk in organisaties. Yes, nog steeds. Welke organisatie zit dat? Um, ik ben nu ben ik verbonden aan um, één: Stichting Navasi. Mm -hmm. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met de mentale gezondheid van een mensen. En daar hebben we ook een poot die zich bezighoudt met natuurlijk seksuele gezondheid. Want die link met seksuele gezondheid en mentale gezondheid um, die is er wel degelijk. Dus daar ben ik een van de educators. Um, ik ben ook bij Stichting New Monday. Stichting New Monday is een stichting die zich bezighoudt met um, het bevorderen van zelfredzaamheid van LGBT-jongeren. Ik ben bestuurslid van het LGBT-platform. Even voor we daar naartoe gaan, zelfredzaamheid. Wat moeten, wat moeten jongeren of de mensen die nu kijken verstaan onder de zelfredzaamheid wat jullie deze groep bijbrengen? Of en is het alleen deze specifieke groep of meer? zelfredzaamheid, uh... um, daar praten we meer over. De um, skills bijbrengen, tools bijbrengen om eigenlijk zichzelf te kunnen redden, als het ware, als, als ik het letterlijk mag vertalen. Maar eigenlijk om te drijven in de samenleving. Um, je weet wat je rechten zijn, weet wat je allemaal kan doen, wat je moet doen omdat als we kijken naar de LGBT-community, we weten dat dat een gemarginaliseerde groep is, die heel veel meemaakt, die heel veel tegenslagen heeft. Dus deze groep brengen we dus deze uh, 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 ja, die, die skills, skills aan work. om ervoor mm. te zorgen dat ze um, zichzelf kunnen redden en dat ze ook als de rest van de samenleving met je goede burgers en volwaardige burgers kunnen worden. En wanneer je zo bezig bent, is, is het... Uh, of hoe zal ik het goed zeggen? Als je zo bezig bent, dit... Aan te leren. Merk je dat ze nog heel veel niet weten of is het juist, zijn er nog kleine dingen die jullie gewoon van oké, okay, even reminder hier of even reminder daar? Nee, er zijn heel veel dat we niet weten. Kijk, een van de trainingen die we vaker geven, is een training over rechten, um, de wetten die er al bestaan, verdragen die zijn getekend, allemaal. Dus allemaal dingen die er al in place zijn, waarop je zo, je eventueel zou kunnen beroepen als je als het onrecht wordt aangedaan. Waarom dat we het nu weten? Of ja, omdat de, de meeste van de, de, de jongeren het nu weten, dan maken ze er geen werk van om, weet je, om zich daarop te beroepen, om aangifte te doen. So, uh, we leren ze ook hoe je aangifte moet doen op een, op een correcte manier. Dus al die dingen zijn, um, zijn wel in place. Maar omdat men het nu weet, dan zien mensen zoiets van: ja, ik ga maar toch niet, ik zal maar blijven en, en um, zitten met mijn andere. Oké, okay, en gelukkig is een nieuwe die er nu om dit allemaal bij te bij brengen. brengen yes. Oké, okay, nu gaan we door. Je bent bestuurslid van. Het LGBT-platform. Uh, ja, dus dat is eigenlijk de organisatie waar ik nu aan verbonden ben. Terwijl je zo bezig bent, hoe, hoe vind je dan tijd voor jezelf? Of is dit dan de tijd die je voor jezelf maakt om zo bezig te zijn, om anderen te educeren? Want alles wat je eigenlijk hebt gedaan, als je goed leerde het koor, je was mensen aan het entertainen, dansleraars zelf dansen, mensen weer bezig uh, yeah. iets terug te geven. Hoe vind jij dan tijd voor jezelf? Of hoe, hoe komt er dan weer iets terug in jouw bucket? Because you're constantly giving. Um, eigenlijk vind ik het... Um... Alles wat ik nu doe, vind ik leuk. Mm -hmm. um, ik heb mezelf een, um, ja, voorgenomen dat alles wat ik nu ga doen, is iets dat wat ik leuk vind. Um, I'm done doing something just because. Mm -hmm. yes? Dus als ik het doe en ik vind het leuk, dan is het voor mij ook alle win-win. En dan, ik geniet ervan. Ik geniet van voorlichting geven. Ik geniet van kinderen. Omdat ik altijd iets geweldigs leer tijdens zo'n voorlichtingssessie. Mm -hmm. um, dus dat geeft me eigenlijk ook gewoon die joy. Maar daarnaast heb ik natuurlijk ook een hele goede een um, time management. Dus ik kan eigenlijk mijn tijd goed indelen. Zeg maar. hé, ik kan tjoh, maandag tot vrijdag, maandag tot zaterdag, en zaterdagavond dan weet je, dat ik, kunnen we bijvoorbeeld naar de club gaan of we kunnen mm. naar een, een feestje pakken. En hij gaat naar de club, hoor. <laughs> hij gaat echt naar de club. <laughs> okay, dat is eigenlijk <laughs> doen. Dus er is wel, ik, ik heb wel mijn tijd om, om, om te ontspannen. Right, het is. Like... Misschien moet ik ook even zeggen, want je doet al zoveel, maar je bent eigenlijk nog niet eens 30. Want hoe oud ben je nu eigenlijk? 27. 27. Ja. En er is nog zoveel dat je waarschijnlijk wil doen. Ja. Ja. Iedereen die nu zou kijken, want uh, de actieve organisatie waarin je nu zit en mensen die nog niet weten, hoe zou ze bijvoorbeeld New Monday kunnen bereiken? Of als ze bijvoorbeeld eventueel vragen hebben voor het. Uh, LD LGBTQ-platform, hoe kunnen ze die bereiken of zou jij ook gewoon beschikbaar kunnen zijn als ze jouw vraag zouden willen stellen als ze iets niet weten? Yes, um, beide organisaties we hebben een Facebook-pagina en een website. Mm -hmm. Daar zou je gewoon even op gaan. Ik denk dat de meeste mensen wel access hebben tot internet. Mm -hmm. uh, maar natuurlijk kan je ook gewoon mij een bericht sturen. Ik krijg wel heel, veel, heel, heel wat Facebook-berichten. Die um, Ja, ja, um, die een beetje. Dus, um, <laughs> <video>, eh? <laughs> dus dat is eigenlijk ook ongoing. Als ze vragen hebben, kan je hem ook altijd een bericht sturen als je de pagina niet kan vinden. Mm -hmm. um, ja, dus dat zijn eigenlijk de manieren om ons te bereiken. Yes. En um, als ik nu uh, zou zeggen van, je bent bezig met alles, is er nog iets dat je zelf zou zeggen van, wat je nog meer terug zou willen geven, los van de education en de entertaining dat je doet? Zie jezelf nog meer doen? Um, ja, ik zal mezelf nog een heleboel doen. Um, omdat ik vind dat vooral jongeren in Suriname nog niet zijn waar ze moeten zijn. Dus ik zou op dat gebied ook nog heel veel willen geven. Um, maar het komt nog. Het komt nog, oké. Okay. Keep your secrets to yourself. <laughs> <laughs> We houden je in de gaten, because I saw you. En je bent zo so goed bezig, zo jong. En jonge Surinamer. And, and, ik wil niets op kleur brengen, maar Young Black Man, driving and doing. En oh, terwijl je zo bezig bent, still living your best life. Yeah. That's admirable. En ik wil zeggen, keep on going, want we gaan nu moeten afsluiten, want we zitten al bijna op de tijd. Maar je bent met nog meer bezig. Ja, zeker bezig. <laughs> en daar gaan we het in de volgende aflevering over hebben. Ik wil bedanken voor nu hier mee te zijn en te vertellen over alle activiteiten. En um, we gaan zo meteen door. Maar iedereen heeft gekeken vandaag. Uh, Joey Lansdorff is een jonge Surinamer die bezig is met het voorlichten, entertainen en het helpen van de Surinaamse jeugd naar hogere hoogtes brengen. En het informeren, of ze te helpen informeren als ik het goed zeg, over alle zaken die in place zijn. In het bijzonder voor de LGBTQ-gemeenschap. Zodat zij ook weten waar hun plek in de maatschappij is en dat ze er ook gewoon echt wel bij horen. Ik wil je van nu alvast bedanken voor het komen. En ik zal aan jou zeggen tot de volgende aflevering. Graag gedaan. En jullie voor het kijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En remember: your time plus my time is Q-time. This is another Supreme production. Supreme TV. to entertain to inform to inspire